Die laatste 30 jaar is technieken ontwikkeld voor die oplei van vruchtebomen om teen preelstelsels te groeien. Die gevolg is toename in vruchten per hectare en baie makkelijker bestuur van die boom. Heiningprele bevat tot 17 draden, hoewel de meeste stelsels 8 draden het, wat in de meeste gevallen praktisch en goedkoper is om te installeren. Daar is 3 preelstelsels wat de meeste in vruchtproductie gebruikt wordt. Die heiningstelsel, die vierhaagstelsel en die tatura-stelsel. Alle preelstelsels bestaan uit een aantal 50 mm steenpalen wat 600 meter diep in de grond begraven wordt. Elke paal wordt niet meer dan 15 meter uit elkaar geplant. Nie. Die hele gewicht van die boom en sy oes wordt door die preelstelsels gedragen. De eerste draad wordt op 60 cm gespannen en elke daarop volgende draad wordt tussen 20 en 30 cm uit elkaar vastgemaakt. Dit is belangrijk om die draden volgens die rechte spanning te spannen en dit te herspan wanneer dit met die verloop van tijd verslapt. Die een punt wat baie voorzichtig aandacht moet krijgen is die verankeringsstelsel. Dit moet werkelijk sterk wees, bykans dubbel als wat voor steenstelsels gebruikt wordt. Constructie moet correct gedoen worden en die stelsel moet baie sterk wees. Indien dit in mekaar tuimel, kan die oes op die grond beland. Die gewijzigde palmetstelsel is een gewone tweedimensionele platpreel wat allerweer in preemproductie gebruikt wordt. Die boom wordt geplant en die centrale leier aan een gerieflijke dwarsdraad vastgemaakt. Naarmate die boom ontwikkel, sal takke vorm en zodra dit een lengte van 50 tot 70 cm bereik, word die takke horizontaal aan die preel vastgemaak. Een tak aan albei kante van die centrale leier word geselekteer. Elke tak word horizontaal aan sy eie steendraad vastgemaak. Die gevolglike formatie is bekend as die vruchtemuur. Dit is een baie netjiese stelsel wat makkelijk in stand gehou en geoes word, aangezien geen takke in die trekkerij groei nie. Die rijen is gewoonlijk tussen 3 en 3,5 meter breed en die bome word omtrent 1,5 meter uit mekaar gespasseer. Heiningstelsels laat baie licht die boom binnenvloei. Hoe meer licht, hoe meer sal fotosynthese in die boom plaasvind en hoe meer suiker sal vorm. Dit leidt tot groter vrugte wat soeter is weens die extra suiker. Daar kan heel makkelijk gespuit, gesnoei en geoes word. Snoei is vooral makkelijk, want die snoeier snoei niet om groei te stimuleren of maak niet diep snitte in die hout nie. Pleks daarvan maak hy een reeks uidensnitte om vruchtproductie te reguleren. Aangezien die boom met die draden langs gelei word, kan die snoeier op een plat vlak werk en dit maakt die snoeiproces heel vinnig en stressvrij. Partijboorde sal meer as 60 ton vruchte lever. Dus betekent dit dat 60 ton plus die boomse gewicht dier die preel gedra word. Daar is dus geen kortpaaie met die instellering van een preel nie. Dit moet behoorlik gedoen word. Voor appels en pere word een veepreelstelsel dikwels gebruik. Dit is in Holland ontwikkeld en staan bekend as die veehaagstelsel. Die een boom word naar links gelei en die volgende een naar rechts. Elke boom wordt in een hoek van tussen 10 en 45 graden van die verticale lijn afgeleid. Die preel is duur om te installeren, met meer draad en houtpalen wat gebruikt wordt en boomdichtheid is hoger, omdat die bomen nader aan elkaar geplant worden. Die veehaag leven hoge opbrengsten in die beginjaren, maar daar die opbrengsten verminder zoals die boom ouder wordt. Hoewel hierdie stelsel 10 jaar geleden gewild was, het die oprichtingskosten veroorzaak dat het deesdae minder gebruikt wordt. Tatura preelstelsels wordt voor steenvruchten gebruikt, met baie goede resultaten voor perskes. Die boom wordt op 50 cm boegrondvlak getop en 2 loten wordt geselecteerd en teen 45 graden gebuig. Die een loot naar links en die ander naar rechts. Een andere methode is om die een boom teen een hoek van 45 graden naar rechts te plant en die volgende boom teen een hoek van 45 graden naar links te plant en voort te gaan om van links naar rechts te wissel met die rij af. Bome word ongeveer 0,5 meter tot 1 meter uit elkaar geplant. Door die datura stelsel te gebruik, krijg die boom baie lig en lever een hoge opbrengsvruchte van goede gehalte per hectare. Wat die negatieve betreft,
is die geweldige gewig wat die preel dra. En bome wat so geplant word, neig om meer groeikragtig in die top van die boom te wees en die laartakke te oorskadu. Die oplei van 'n vrugteboom met een van hierdie stelsels is duur en tydrowend. Die resultate is echter skouspelagtig. Oeste is groter en die bestuur wat betref snoei, oes en spuit is vinniger en makkeliker.